Ik ben Britt Lacher, ik ben 29 en actrice van beroep. Daarnaast ben ik trotse ambassadeur van Simavi. Op het podium is schaamte heel onhandig, dus dat heb ik gauw afgeleerd. Maar in het dagelijks leven bloos ik nog regelmatig de oren van mijn kop. Ik kom het elke dag tegen. Dat is gek eigenlijk, want waar is dat goed voor? In deze podcast bespreek ik zonder gêne onderwerpen die normaal verzwegen worden. Samen met mijn gasten ga ik de schaamte voorbij. Menstruatie is een normale lichaamsfunctie, maar toch zorgt het voor schaamte. Je hoort wel eens horrorverhalen van vrouwen in ontwikkelingslanden die niet eens thuis mogen wonen omdat ze bloeden en daardoor overlijden. Maar ook dichtbij, in Nederland, zie je eigenlijk nooit gewoon iemand met een maatverbandje vrolijk naar het toilet gaan. Er is zelfs een internationale Menstrual Hygiene Day op 28 mei om ons te helpen het gesprek op gang te helpen. Is dat nou echt nodig? Aan de rooien zijn, bloedgod, de baarmoeder huilt, de vodden hebben, Dracula's theezakje is geknapt. Dit zijn allemaal synoniemen of metaforen voor ongesteld zijn. Een fysieke toestand die zo beladen is dat zelfs de metaforen die we gebruiken naar overkomen. Als je het wil hebben over schaamte, dan is ongesteldheid echt nog steeds, ook onder ons vrouwen in het beste, een ding. We hebben twee gasten vandaag. Marieke Jonge. Marieke is freelance programma- en documentairemaker. Zo maakte ze Me, Tarzan, You, Jane en Mag ik je tieten zien? Ze werkt nu aan een nieuw te lanceren tijdschrift voor en over vrouwen dat deze zomer zal verschijnen. Haar favoriete onderwerp in zowel haar werk als in de kroeg is de vrouw. Maar noem je jezelf ook een feminist? Ja. Volmondig ja. Absoluut, ja. Naast Marieke zit Hilda Alberda. Hilda werkt voor Simavi, waarbij ze in ontwikkelingslanden projecten opzet op het gebied van menstruatie. Haar expertise is inzetten op bewijs, zodat je echt weet wat werkt. Aannames zijn gevaarlijk, toch Hilda? Nou, gevaarlijk, maar het is goed om ze te testen. Hoe noemen jullie het als je ongesteld bent? Ik ben ongesteld. Meestal zag ik het gewoon, zo. Altijd al gedaan? Als kind, toen je voor het eerst ongesteld werd in de klas, hoe was dat? Ik was gelukkig niet in de klas, maar ik weet nog heel goed wanneer voor het eerst ongesteld werd. Mm-hmm. En ik had er helemaal geen zin in, dus ik ben echt naar mijn moeder gelopen met mijn onderbroek. Oh, wow. En toen heb ik het denk ik niet benoemd. Nee. Toen heb ik het gewoon laten zien, toen dacht ik, mam. En hoe reageerde zij dan? Nou ja, heel goed. En ik was al helemaal voorgelicht, dus dat was echt top. Dus, maar ik als meisje wilde ik gewoon nog niet. Ik wilde ook nog geen borsten. En ik wilde gewoon nog lekker jong blijven, spelen en niet elke maand gedoe. Nee. Dat was een beetje zoals ik er toen tegenaan keek. Ja. 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 Heb je zussen? Ik heb een oudere zus die is verstandelijk gehandicapt. Mm-hmm. Dus daar heb ik een andere band mee. Ja. Dus daar heb ik het niet mee kunnen bespreken. Zo. Nee, ja. Dus het was echt iets van jou? Wat ik was de eerste thuis. Spannend wel. Ja. Ja, en twee broertjes dus. Dus ik was ook de enige die daar mee om moest gaan. Ja. Ja. En voor jou? Oh, ik heb een totaal ander verhaal. Ik benoem het eigenlijk nooit als ik ongesteld ben. Ik zeg altijd mijn maandelijkse periode of zo. Ik heb er nog wel een beetje schaamte over. En mijn eerste keer, voor mijn gevoel heel klein. En wij gingen op vakantie naar Spanje. En toen 's ochtends zag ik opeens bloed. En ik wist echt niet wat ik moest doen. Nee. En ik heb het verborgen gauw. Ik heb het tegen niemand verteld. En gauw rollen wc-papier in mijn broekje. En dan zit je 6-8 uur in een auto. En dan stiekem in Frankrijk bij de wc, weet je wel, stiekem vervangen. Oh. Durfde niks te zeggen. Ik heb ook onderbroekjes weggegooid. Ja. En toen een maand later gebeurde het weer. Mm-hmm. En toen kwam mijn moeder heel voorzichtig naar toe. Zei ze, kan het misschien zijn dat je ongesteld bent geworden? En ik zo, nee. Durfde het gewoon niet te zeggen. Nee. Maar ja, uiteindelijk toch gesprek met mijn moeder. En dan kwam ze aan met zo'n hele dikke maandverband, weet je. Dat een ding van 10 centimeter. Gelijk de allergrootste. Voor je gevoel. Oh, nee. Nee, maar ik durfde er niet over te praten. Ik had ook niet het idee dat ik heel erg onderricht was erin of zo. Ja, oh, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Hoe oud waren jullie? Ja. Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk ergens, ik was zeker niet de eerste. Ik was op de middelbare school, dus ik schat in iets van 13. Oh ja. Ja. Zo aan het eind van het eerste jaar. Ja, dat denk ik. Ja. Maar dat weet ik niet meer precies. Oh ja. Nee. En jij, Marieke? Ik denk dat ik jonger was.
Maar ik weet, ja, misschien heb ik het gewoon echt helemaal een beetje geblokt. Ja, je had er in ieder geval nog weinig over gehoord. Ik had er weinig over gehoord, ja. Maar ook het idee dat het mij zou overkomen was niet helemaal doordrongen of zo. Ik was niet zo op de hoogte. Nee. Ik was volgens mij 15 toen ik voor het eerst ongesteld werd. Dus dat is best laat. Dus ik wist ook al veel erover. Ik had 2 oudere zussen. Ik was bij een vliegveld omdat iemand een skydive cadeau had gekregen. En toen ging ik naar het toilet en toen dacht ik, oh jeetje. En toen kwamen we thuis en is mijn moeder taart gaan halen bij de supermarkt. Dat was echt zo, de laatste is ook gelukt. Of zoiets. Ik weet het niet, maar zo voelde het een beetje als een feestje. Maar dat is wel leuk. Ja, want ik had het dus helemaal niet. Ik kreeg gewoon een gesprekje in een wc en dat dikke ding. Ja. Maar ik weet dat op een gegeven moment, een paar maanden later, belde een van mijn beste vriendinnetjes. En die zei, ik ben ongesteld geworden. Dus ik zou, wil je me niet feliciteren dan? En ik dacht, feliciteren? Waarvoor? Ik zeg, ik ben het al 1/2 jaar. En zij geloofde mij niet. Zij heeft later mijn moeder nog gebeld. Ja. De vraag is, Marieke echt ongesteld geworden? Oh, wat goed. Ja. Dus het was heel... Maar heeft het heel anders meegekregen. Totaal anders. Vond je het zelf ook een feestje? Vond je het zelf ook heel... Was je blij? Nou, ik was wel blij omdat het dus vrolijk werd ontvangen. Ja. En omdat ik 2 zussen had die heel dichtbij stonden. En ook regelmatig gewoon tampons en maandverband in de wc zag liggen. Ja, dus gewoon binnen handbereik. Voelde het niet als iets heel nieuws en vreemds. Ik dacht gewoon, nu ben ik aan de beurt. En vervolgens op de middelbare school, ik vond het soms lastig. Want ik denk ook dat mijn verlegenheid heel erg werd aangewakkerd sinds ik ongesteld ben. Dus ik begon opeens met blozen. Het voelde voor mij echt als een grote hormonale verandering. Dat ik me opeens bewust werd van een soort seksualiteit. Dus ik kan me vooral dat heel erg herinneren. Dat ik dacht, volgens mij ging ik wel iets meer in mijn schulp. Vanaf het moment dat ik dus die volledige vrouwelijkheid tot me kreeg. Ja. Ja, ja. En jullie hebben het allebei over maandverband. Daar begonnen jullie dan mee. Duurde het lang voordat je overging op tampons? Of wat was de reden om dan bijvoorbeeld tampons te gaan gebruiken? Of gebruiken jullie nu tampons? Ik ben zeker begonnen met maandverband. Mm-hmm. Ik weet ook dat mijn moeder dat keurig heeft uitgelegd voordat ik ongesteld werd al. Ik kan me ook niet herinneren dat ze tampons per se heeft zo als in voorgedaan als de maandverband of zo of laten zien. Ja. Dat kan ik niet herinneren. Maar op een gegeven moment waren er gewoon soms, als je wilde gaan zwemmen of bepaalde... Of gimmen of zo, dan was het gewoon handiger eigenlijk om een tampon te gebruiken. Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik daar of ik daarmee gewacht heb. Of, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Heel genoeg hadden jullie niet dat niet met zo'n inbrenghuls, dat je maar niet volledig helemaal die vinger ergens in hoeft te... Nee. Oh. Ja. Ik vond die altijd zo handig. Nee, ik ook niet. Maar ik had meisjes uit de klas, als je dan om een tampon vroeg, die hadden zo'n lang ding. Die dacht, laat dan maar zitten. Waar verstop ik die? Weet ik veel wat. Of je kreeg inderdaad gewoon een klein tampon. Maar wij hadden thuis altijd de reguliere zonder inbrenghuls. Oh, ja. Ik weet ook niet of ik helemaal weet hoe dat zou werken met zo'n stokje eraan. Ik heb dat ook heel handig. Ja, blijkbaar. Ja, ik heb die nog echt heel lang gebruikt. Ja, dat is gewoon, je schuift dat... je schuift die dingetjes in elkaar en dan zit het erin. En dan is het erin. Ja. Maar ik weet dat ik dat heel prettig vond. En ik vond dat heel raar om zo'n klein tamponnetje en dan met je vinger naar binnen en zo. Dat, want dat is best wel een drempel natuurlijk voor sommige mensen. Ja. En dan weet je ook niet hoe diep dat moet, weet je wel. En met zo'n huls was dat allemaal heel makkelijk. Ja, voor het weet zakt hij er weer uit als je het niet ver genoeg doet natuurlijk. Als je heel Maar je voelt het wel. We zijn de straat op geweest. Dat is misschien wel leuk om nu even te luisteren over of mensen zouden durven om een tampon te vragen. Durven mensen om een tampon te vragen? Dit is wat ze zeiden. Nee, dat zou ik niet doen. Ja, aan een vrouw wel, aan een man natuurlijk niet. Beter dan dat je straks opeens door zou lekken of zo. Het is me nog nooit gevraagd of zo. Kan je tampons of zo voor me halen? Dus... Koop het gewoon. Als het mijn vriendin is, waarom niet? Haal het eruit. Nog niet. Stop het erin, allemaal goed. Als ik misschien later een vrouw heb, zou ik dat wel moeten doen. Ik denk dat hij echt heel kinderachtig zal zeggen, nee, doe zelf. Ik denk dat ik gewoon niet met iemand zou zijn die daar zo verkrampt over zou doen. Het is maar papier of zo, toch? Ik ben ook opgevoed door mijn moeder alleen, dus ik heb vaak genoeg tampons moeten rennen naar de badkamer om tampons te halen. Hoe is dat bij jullie? Bestaat het gewoon op boodschappenlijstje of haal je het altijd zelf? Ja, dat is wel goed. Ja, ik vroeg het wel eens inderdaad om het mee te laten nemen.
Dus op zich kon dat gewoon. Ja, ook bij mijn ex-vriend vroeg ik gewoon, wil je dat even meenemen? En daar was je niet moeilijk over? Nee, het is meer het uitleggen wat je wil hebben. Er zijn natuurlijk zoveel merken en verschillende dingen. Dus dat was meer het probleem, dat hij dat erg vond. Ja. En in het openbaar? Aan een vreemde? Hoe voelt dat? Ja, je hebt natuurlijk altijd wel eens dat je 's avonds in de kroeg in de wc ergens achterkomt. Maar dat gaat toch altijd een beetje fluisterend. Heb het idee. Ik zou niet aan een eettafel ten overstaan van iemand roepen, hey, heeft er iemand nog een tampon in de tas? Nee. Gaat toch altijd een beetje, heb jij nog een tampon? En dan zo geef je het half met zo'n klein handje door. Ja, en dan zo de hand overgeven. Ja. Wat is er gebeurd met die apparaten in de wc's? Vroeger kan ik me herinneren dat je gewoon een apparaat had, net zoals een frisdrankmachine, waar je tampons uit kon halen. Maar die zie je niet meer. Nog wel één, volgens mij. Dat is een goed punt, ja. Maar... Ja, ik zie ze in Amsterdam hier in ieder geval nauwelijks. Nee, het is wel een goeie. Is het dan een stap terug? Nou ja, op zich wel. Ja. Het is natuurlijk wel super onhandig als je niets mee hebt. Ja. Ja. Ik heb ook altijd bij werkgevers, als je dan naar het toilet gaat en er staat daar maatverband of tampon, vind ik altijd een plus. Dan denk ik altijd, oh, wat fijn dat ze eraan gedacht hebben. En ik heb er ook vaak dankbaar gebruik van gemaakt. Ik vind dat altijd wel heel netjes. Ja. Ja, ik vind het ook wel goed. Ja. 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 Maar die apparaten, weet ik eigenlijk niet. Maar hebben jullie ook niet dat je in elke tas standaard 2 tampons hebt zitten? Meestal wel. Toch? Je hebt toch altijd ergens een tampon? Ik durf mijn rugzak nu niet laten zien, want ik ben blij dat het een podcast is. Maar de hele bodem ligt nu bezaaid met tampons, omdat een van de 2 doosjes die ik kocht helemaal open is gescheurd. En ik denk, ik laat het maar zitten, want je weet maar nooit. Nee, precies. Ja, ik heb het vaak bij me, maar het gebeurt me ook regelmatig dat ik het niet heb. En eigenlijk sinds ik ambassadeur ben van Simavi, denk ik, ik ga daar ook niet meer moeilijk over doen. Ik vraag gewoon rechtstreeks, heb je een tampon? En dan loop ik mee naar de toilet toe. Ja, het voelt misschien een beetje alsof je om een rol wc-papier vraagt. Maar op de camping loopt iedereen ook gewoon met een rol wc-papier onder zijn arm. En toch het suffe is dat ik dat dus nog niet doe bij Simavi. Nee. Dat is echt van de, ik praat er met iedereen over. Maar uitgebreid gewoon even van, heeft er iemand? Nee. Dat is echt suf. En ik merk nog steeds dat ik hem ook gewoon toch een beetje sneaky erover doe. Ja. Terwijl het bij ons zou het toch de plek zijn waar je gewoon dat moet kunnen doen. Ja, echt bizar. En ook, ik bedoel, ik denk dat je liever iets van maandverband of een tampon hebt dan dat je doorlekt. Ja natuurlijk. Ja. Gebeurt het jullie nog wel eens? Doorlekken? Ja. Ja, dat gaat ook wel eens fout. Maar niet zo... Niet zoals vroeger. Ik kan me herinneren dat het ook meer een angst was. Nu eigenlijk, dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar je kent je periode, om zo maar te zeggen. Je weet wanneer die zwaar is. Ja. Het is niet meer. Maar vroeger was dat wel echt een ding waar ik me echt wel zorgen over maakte, hoor. Heb je een anekdote? Is het een keer gebeurd? Ik kan me gewoon nog herinneren. Oh ja, dat is vast. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat nog nooit heeft gehad. Misschien, ik weet het niet, maar... Ja, nog nooit. Oh, hartstikke vaak. Oh, expert in doorlekken. Ja. Vertel jij eens. Nee, maar ik weet gewoon dat natuurlijk gebeurt het soms. En soms omdat dat onverwachts komt. Of voor wat voor reden gebeurt dat gewoon soms. En ik weet het. Maar ik denk ook gewoon vooral met bijvoorbeeld gymmen of zo. Of sporten. Ja. Dat het wel achter... Ja, je was er toch mee bezig. Ja. Ik denk dat scheelt. Ja. Ja. Nou, we zijn heel erg nieuwsgierig hoor, Marieke. Ja, ik heb het nog steeds. En dat is ook een beetje... Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar ik heb bij mijn periode dat de ene maand is het heel licht. Het zal wel met die eierstok te maken hebben. De ene maand is heel licht en de andere maand is heel zwaar. Mm-hmm. Ja. En als ik die zware maanden heb, dan ben ik eigenlijk de hele dag mee bezig dat ik niet doorlek. Ja. En het gebeurt met regelmaat. Ik weet nog heel goed. Dit is echt heel gênant. Ik weet nog heel goed. Ik zat in een café op het Leidseplein. En dat was een prachtige, leren, witte banken. En ik had een afspraak met iemand. En tijdens dat gesprek denk ik, oh, dat gaat niet goed. En dan voel je het ook lopen. Ja, en je denkt, oi. Ja. En ik was een beetje dat gesprek aan het afronden. En ik denk, wat moet ik nou doen? En toen gingen we weg en ik sta op en ik zie gewoon op die witte leren bank gewoon echt een plas bloed liggen. En ik durfde er niks van te zeggen. Ik ben gewoon weggelopen. Ik heb nog steeds, denk ik, wat als er een vrouw in een mooi wit jurkje daarop is gaan zitten. Ja, het is... Ja. Ik had, ja. En dit is niet lang geleden nog. Zullen we zeggen dat het lang geleden is? Ja, maar ik bedoel meer van, die was niet...
14. Ik was geen 14. Nee. Nee. Maar ja, het is wel heftig, hè? Ik durfde het niet. Ja. Ja, vind ik wel pittig, hoor. Ja. En ik, je vroeg net, ben ik een feminist? Ik ben een feminist. Ik vind het belangrijk onderwerp. Ik vind dat we hierover moeten praten. En toch voel ik zelf nog steeds. Ja, bizar. Ik vind het gênant. Ik vind het wel interessant waar dat dan vandaan komt. Ja. Ja. Waar dan die wortel ooit is, dat zaadje is geplant, waardoor je het daar zo moeilijk mee hebt. Geen idee. Want als je bloed hebt op je knie, bijvoorbeeld als je op je knie bent gevallen of zo, dan vraag je ook een pleister. Ja. En dan mag iedereen het zien en dan vraag je gewoon om hulp. Maar dan nu met zoiets wat voor jou als iets heel groots voelt, voel je eigenlijk onthand. En denk je alleen maar, ik wil hier weg, ik schaam me kapot. Ja. Ja. Waarom schaam je je wel voor bloed uit je baarmoeder, maar niet voor bloed uit je knie? Waarom denk je dan, ik mag om hulp vragen? Ja, dat is een goede vraag. Toen jij net vertelde van, ik had een link met seksualiteit. Misschien zit daar wat in, maar qua seksualiteit ben ik juist heel open en heel vrij. Dus ik weet niet waar nou dat verschil ligt met menstruatie. Ik weet dat niet zo goed. Ik ben daar nog niet helemaal achter. Nee. En misschien heb ik het ook wel heel erg, hoor. Dat zou ook kunnen. En voel je voldoende ingelicht over het gebruik van bijvoorbeeld maatverband en tampons en zo? Ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Ik weet dat je het bij de biologieles kreeg. Mm-hmm. En we hadden een heel lief biologiejufje, een heel klein vrouwtje met een boblijntje. Dat was heel schattig en die praatte met hele zachte stem als het dan hierover ging. Maar wat er precies verteld... Ik denk dat vrouwtje is geweest van de biologielerares. Die heeft het voor. Maar wat er dan precies verteld werd, weet ik eigenlijk. Ik weet dat niet meer zo goed. Nee. Het is me in ieder geval niet bijgebleven. Nee. Nee. En met vrienden? Ja. Met vrienden, hebben jullie het met vrienden erover? Vriendinnen? Ja, daar kan ik het wel mee over hebben. Ja. Maar ik moet zeggen, vooral met vriendinnen. Ja. Ja. Dat, ja... Maar ik denk wel, gewoon even terug op je vraag, het is gewoon een taboe onderwerp. Ja. En het is gewoon, het zit in een verdomhoekje waar bloed is, bloed in het algemeen is bloed, maar menstruatiebloed is al viezer, denken mensen. Mm-hmm. Toch wel. Er is toch wel, ik hoor nog steeds hier en daar commentaren daarover van uw. En ja, het is gewoon, er zitten zoveel taboes omheen. En ik denk ook wel hoe het in de media of in reclames wordt gepresenteerd. Hoe je in je witte tennisrokje super blij bent tijdens je menstruatie. Dat moet het beeld een beetje zijn. Ik denk ook nog steeds in Nederland is dat het beeld. En als je chagrijnig bent, dan krijg je de commentaar op. Ja. Maar eigenlijk word je een soort van... Ben je net aan het doen alsof je niet ongesteld bent de hele tijd. En praat je er niet over. En voel je je super embarrassed als je dus... Ja. Als iemand wel ziet dat je het bent. Ja, de zichtbaarheid. Ja, ik denk wel... Nou ja, goed, ik heb hier mijn eigen idee over. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met het feit dat vrouwen dit hebben en niet mannen. Ja. Dat maakt het al een verschil, denk ik. Leuk. Ik ga daar zo op terugkomen. Ik schrijf het even op dat ik het niet vergeet. Vrouwen versus mannen, dat kan gewoon. Want Simavi heeft contact gelegd met Paula Krachten. Mm-hmm. En die is aan de telefoon, heb ik begrepen. Zij is oprichter en hoofdredacteur van het online platform Period. Wat geheel over dit onderwerp gaat. Hallo, Paula Krachten. Hallo. Dit is leuk. Je spreekt met Britt Lacher en je bent aanwezig in de podcast van Simavi. Samen met hallo. Samen met Marieke en Hilda. Hallo allebei. En volgens mij kan jij ons wel wat vertellen over hoe dat taboe is ontstaan. Ik hoop het. Als het goed is wel. Ik heb me daarin verdiept. Want dat is voor mij ook altijd de fascinerendheid. Of dat heeft me altijd gefascineerd rond dit onderwerp. Ik ben zelf nooit zo in de medische kant geïnteresseerd geweest. Maar met name in de ongemakkelijkheid. Mm-hmm. Vooral ook dat het zo gek is dat het nu nog zo ongemakkelijk is. Maar laten we eerst teruggaan naar de historie. Want als je naar de oudheid kijkt, weet je, als je naar vroeger kijkt, dan is dat eigenlijk wel begrijpelijk. Want men wist gewoon niet wat het was. De link tussen menstruatie en ovulatie werd pas vrij laat gelegd. Volgens mij pas anderhalve eeuw geleden of zo. Mm-hmm. Dus het was totaal onverklaarbaar van wat hier eigenlijk aan de hand was. Van vrouwen die bloeden, die doodgaan. Dat gaf ze ook iets mythisch en iets magisch, magische kracht. Yeah.
Maar in het zoeken naar antwoorden op de vraag wat er nu precies gebeurde, is er eigenlijk iets misgegaan toen de wetenschap zich er tegenaan ging bemoeien. Mm-hmm. Zo had je bijvoorbeeld, ik moet heel even hoesten, het spijt mij. Het is heel menselijk, hè? zo had je bijvoorbeeld bij de oude Grieken het idee bijvoorbeeld dat menstruatie een soort ontgifting was. Nou, dat, hè, dus dan geef je dat hele menstruatiebloed al een soort lading natuurlijk. Ja. En dan heb je nog een legendarische bijbeltekst in het Oude Testament, waarin pagina's lang wordt ingegaan op de reinheidsvoorschriften rond menstruatie. Hè, en daar gaat het dus heel erg over onreinheid. En dat idee, dat is een beetje blijven hangen, lijkt het wel, in ons collectieve geheugen. Want inmiddels weten we al lang natuurlijk dat menstruatiebloed niet giftig is. Mm-hmm. Althans, je kan natuurlijk via bloed andere mensen ergens mee besmetten. Maar dat kan natuurlijk ook als je iemand in zijn gezicht hoest, bij wijze van spreken. Dus ja. Eigenlijk is het een heel onschuldig goedje. Maar nog steeds kijken we er ontzettend negatief tegenaan. Ja. En dat vind ik een heel interessant gegeven, want dan vraag je je eigenlijk af waarom met de kennis van nu. Ja, ja, want hoe is dat nu in vergelijking met vroeger? Ja, dat is een goede vraag. Het ligt er een beetje aan waar je bent in de wereld, denk ik. Ja, want op zich hebben we in het Westen natuurlijk wel de kennis. Ik heb een hele westerse bril op, hè, want ik zit in Nederland. Dus, ja. En het fascinerende vind ik dat het taboe hier groter was dan ik aanvankelijk dacht toen ik met Period Magazine begon. Mm-hmm. Want zelf kan ik gewoon vrij makkelijk over dit onderwerp praten met vriendinnen. Dus ik had niet door hoe enorm ongemakkelijk men het toch blijkbaar nog vond en vies en zo. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk ook, als je bepaalde ontwikkelingsgebieden zit, dan mag je de brug niet oversteken. Je mag niet in je huis slapen. Nou, daar kan heel veel interessant over vertellen en al. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel het fascinerende, dat wij hier, we hebben onderwijs. We hebben in principe producten om je menstruatie mee te managen. Weet je, iedereen lekt wel eens door, maar ja. Je hebt gewoon een soort comfort. En toch zit er nog iets in de kern. Of toch krijgt menstruatie gewoon niet de credit die bijvoorbeeld zwangerschap wel krijgt. En dat is gewoon, menstruatie is eigenlijk de B-zijde natuurlijk van zwangerschap. Hè? Dat hoort bij dezelfde cyclus. Dus je zou zo langzamerhand meer trots verwachten eigenlijk in plaats van die schaamte. Ja, en zie jij nu wel een soort van verbetering of blijft het een beetje hetzelfde? Ik bedoel, we hebben natuurlijk een soort van feministische golf die weer gaande is. Ja, uh-huh. Merk je dat dat positiviteit meebrengt rondom dit onderwerp? Ja, heel erg. Nee, er is echt een grote verandering gaande in mijn ogen. En dat is echt leuk. Volgens mij, iemand anders zei dat de gouden eeuw van menstruatie is aangebroken. En zo ervaar ik het zelf ook. Van in 2014 kon ik zelf niet zo goed de informatie vinden die ik interessant vond om te lezen bijvoorbeeld. Hè? Gewoon meer de cultuurhistorische beschouwingen en dat soort dingen. Ja. Er is een enorme golf aan goede media aandacht en publicaties geweest. Er zijn interessante boeken geschreven. Er zijn events zoals Menstrual Hygiene Day gekomen. Dus eigenlijk zie je dat zeg maar na 2014 een soort menstruele revolutie is losgebarsten wereldwijd. Ja. En dat zie je nu op alle fronten terug. Weet je, als je kijkt naar ik noem maar wat productontwikkelingen, hè, van maandverband en tampons, was ongeveer decennia lang, dat waren de middelen waar je hiertoe kon beroepen als je het wist, de mazzel had dat je ze kon kopen. Ja. Of kunt kopen. En dat lieten we allemaal bij een paar multinationals liggen. En nu zie je dat heel veel start-ups zelf een maandverbandlijn gaan ontwikkelen. Nou, de menstruatie cup maakt natuurlijk een enorme host door. Eigenlijk al iets wat al heel erg lang, of in de jaren 20 van de vorige eeuw al was uitgevonden. Maar nu dan pas wordt opgepikt. Er wordt meer gekeken naar andere manieren van menstruatie kan bestrijden. Tot nu toe had je de anticonceptiepil als het remedie tegen elke menstruatieklacht. Ja. Nou, daar wordt nu wat beter naar gekeken. En je ziet het ook, het thema, meer terug in kunst en design. En dat maakt het grappig, weet je wel. Het hoort een beetje meer bij de popcultuur, lijkt het wel, nu. Ja. En het wordt nu ook wat meer omarmd. Zeg maar, jonge meiden nu zijn veel meer bereid om toe te geven dat je dus wel degelijk wordt beïnvloed door je cyclus. Ja.
Anders zou er ook iets niet goed zijn natuurlijk. Als je de werking van je hormonen niet voelt, dan is dat eigenlijk raar. Het zijn signaalstofjes bedoeld om iets in gang te zetten natuurlijk. Ja, want ik vraag me dan wel af, hoe jong zijn die meiden dan? Nou, we hebben het over 20. Je ziet bijvoorbeeld bij studenten nu dat het onderwerp menstruatie veel vaker het thema is van een afstudeerrichting. En dan kan het van de Design Academy student zijn, maar ook van gender studies bijvoorbeeld. Of snap je? Dus het komt of bij productontwikkelingen. Dus je ziet het. Ja, je ziet toch een soort golfbeweging ontstaan. Maar nog niet bij 14-jarigen, nee. Nee. Terwijl daar begint het natuurlijk toch. Ja, precies. Je zou liever vanaf de eerste daar dag. Daar valt nog een hele slag te winnen natuurlijk. En dat doe je volgens mij ook door een beetje meer in te zoomen op dat trotsaspect. Weet je, of, ja. Je doet het tenslotte voor een gezamenlijk doel. Dus niet dat je zelf hebt bedacht van nou, wat ik wil met mijn leven is menstrueren. Ja. Dat krijg je gewoon toebedeeld. Dus het zou heel fijn zijn als de schaamte erover in ieder geval een beetje verdwijnt. Klopt, ja. En ik denk dat dat heel gerechtvaardig is. En dat we hebben daar de kennis zo langzamerhand voor in huis. Je krijgt uitgelegd hoe het biologisch werkt tenslotte. Dus dan zou je toch zelf eigenlijk ook tot het besef moeten komen van dat een beetje kijken naar je cyclus, dat gewoon iets is waarmee je je voordeel kunt doen. Omdat het gewoon hoort bij goed voor jezelf zorgen eigenlijk. Ja. En je kunt er je gezondheid mee monitoren bijvoorbeeld. En dat is wat er natuurlijk in de ontwikkelingsgebieden soms helemaal enorm misgaat als je geen producten hebt. En dan liggen ziektes op de loer en economische achterstand, niet naar school kunnen. En alles vanwege die verdomde schaamte eigenlijk. Maar ja. Dat zou hier toch eigenlijk niet meer hoeven, nee. Zou je bedenken. Nee. Nou, ze zeggen altijd een betere wereld begint bij jezelf, hè? Precies. Ben je zelf altijd open over als je ongesteld bent en je hebt er last van? Nou, de grap is wel dat dit project Period heeft wel een eye-opener opgeleverd. Wat mooi. Want inmiddels moet ik eerlijk zeggen, ben ik leeftijdstechnisch meer een... had ik eigenlijk een overgangsmedicine moeten beginnen. Maar ik heb natuurlijk wel 40 jaar ervaring. En zoals gezegd, ik heb me nooit zo geschaamd voor het onderwerp. Omdat in mijn omgeving ik daar vrij makkelijk over kon praten. Van ik heb kramp of ik heb dit. Maar wat ik met terugwerkende kracht nu wel bedenk, is van de gezondheid monitoren had misschien ietsjes beter gekund. Ja. Of omdat je toch beter een relatie leert leggen tussen je cyclus en je gezondheid. Dus dat aspect, hè, van dat gold voor mij ook van doorlopen met klachten van die horen er nu eenmaal bij, weet je wel. Ja. Niet, en dat je eigenlijk niet zo nadenkt van wat is eigenlijk een normale menstruatie, van hoeveel pijn en hoeveel ongemak is eigenlijk normaal. Mm-hmm. Ja. Dus daar iets kritischer naar kijken, daar, nou, dat had ik achteraf misschien beter kunnen doen. En had je er nog een kekke bijnaam voor je ongesteldheid? Of er kwam net het woord bloedgod voorbij? Dat vind ik ook zo mooi. Van zo ongelooflijk veel synoniemen er zijn. Of eufemisme eigenlijk, om het hele onderwerp te omzeilen. Ik heb ooit gelezen dat er meer zijn dan voor vagina of voor seks of zo. En dat geeft aan hoe enorm dat taboe dus is. En ik ben in mijn research enorme leuke tegengekomen, maar persoonlijk noemde ik het gewoon altijd ongesteld. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk ook een eufemisme, want dat betekent niet helemaal lekker, eigenlijk. Nee, dat blijft eigenlijk een wonderlijk woord, hè? Ook wel kritiek op soms. Maar ja, dat is zo ingeburgerd, dat ik denk, dat moeten we dan ook maar omarmen. Wat zou jij er een goede naam voor vinden, als het niet ongesteld was? Het ligt een beetje aan hoe je het ervaart. De feestweek heeft iets naars bijvoorbeeld. Weet je al, dat klinkt een beetje satirisch. Eigenlijk code rood, dat neigt dan weer naar enorme problemen daarmee hebben. Wat ik zelf een enorme grappige vind, gewoon denk, hoe kom je daarbij, is de rode Ferrari staat voor de deur. Ik denk, wie verzint dit gewoon? Oh ja. En wat natuurlijk ook heel interessant is ongelooflijk veel van die eufemismen. En dat zie je in alle talen, hebben gewoon iets met eten te maken. En dan kom je weer terug op die reinheidsvoorschriften, dat opoe komt op bezoek of zo. Dan denk je misschien dat opoe betekent menstruatie, maar eigenlijk verwijst het naar het feit dat opoe vroeger echt langskwam om te koken, omdat jij dat dan gewoon niet mocht. Ja. Dus en dat vind ik wel grappige weetjes. Ja, zeker. Ik ook. Maar misschien heb jij zelf een mooie
Bijvoorbeeld? Een ander, nou, een voorbeeld heb ik niet echt, want ik noem het eigenlijk gewoon ongesteld zijn. En ja, ik ben er ook heel erg open over. En als ik een naam zou moeten bedenken voor, nou, dat deel van je cyclus. Ja, ik zou het niet zo goed weten, omdat ik dus ook heel erg gewend ben aan het woord ongesteld. Maar ja, precies. Dus dat eigenlijk is ook zo ingeburgerd inderdaad. Dan moet je eigenlijk niet zo heel veel. Maar het is een negatieve connotatie op een bepaalde manier. Ik kijk eens eventjes wat we hier nog hebben. Regels van de, dat is meer de Vlaamse benadering of de Belgische benaming, vind ik ook wel erg grappig. Ja. Dat geeft ook een soort regelmaat aan. Ja. Alle linken met maan en maandtijd zijn natuurlijk mooi. Wat was nou toch ook weer een hele... Nou ja, Eva's vloek verwijst natuurlijk weer naar de Bijbel. Dan is het ook echt best wel smerige. Van aan de flats en aan de kledder en zo. En de vlag wappert, die vind ik dan eigenlijk ook wel grappig. De rode vlag wappert, die zie je ook in allerlei culturen terug. En de Engelse taal heeft wel van die grappige dingen als Shark Week en Surfing the Crimson Wave en dat soort dingen. Dat moet ik ook wel om lachen altijd. Ja, ja. Ja, dan is misschien I'm in my period of at my period. Ik weet niet wat het goede voorzet is. Ja, period betekent ook natuurlijk. Ja. Is eigenlijk wel een veel gebezigd eufemisme. En die naam heb ik toen ook gekozen, omdat dat ook betekent voor het magazine dan punt erachter. Weet je wel? Ja. Period betekent gewoon punt. Ja. Van het eind van het verhaal. Dus dat was ook een beetje van, nou stop nou eens een keer met die onzinnige schaamte. Ja. Omarm het nou eens gewoon als wat het is, namelijk gewoon een natuurlijk fenomeen. En er is ook best wel iets aardigs over het hele verhaal te vertellen. En dat vind ik soms ook wel jammer van de Nederlandse benadering dan vooral. Wij gaan altijd heel erg uit hier van het probleem. He, van het medisch probleem en van de last en van de dingen. En ik mis vaak de humor die je bijvoorbeeld in het Engels taalgebied wel hebt. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld in heel veel comedies. Of filmpjes of stand-up comedy worden ontzettend goede grappen gemaakt. Nou, hier, als je een beetje naar satirische tv-programma kijkt, dan gaat het over poep, ontplofte ballen, seks, weet ik veel. Je kan ze niet benoemen. Maar het lijkt net alsof we hier dan toch nog een beetje dit niet zo goed aandurven nog. Dus, en dat vind ik ook zo fascinerend. Dat zelfs als je zeg maar naar de westerse wereld kijkt, dan heb je een verschil hebt tussen Engelse humor en Nederlandse humor. Ja. Denk, zie je, dan denk je van, of Amerikaanse humor, dan denk je, nou, daar zijn ze iets behoudender, hè, dan bij ons. Maar dat valt dan toch een beetje tegen, zolang je het over ongesteldheid / menstruatie hebt. Ja. Dus, het zou leuk zijn als we er allemaal gewoon om zouden kunnen lachen af en toe. Ja, nou, weet je, het is ook gewoon, het hoeft niet allemaal zo zwaar te zijn. Als het allemaal een beetje, weet je, als je de producten hebt, als je naar school kunt. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Van, er zijn wereldwijd echt enorme problemen op dit punt. En daar is ook heel veel aandacht nodig. En dus ook zo'n Menstrual Hygiene Day bijvoorbeeld, is ook gewoon echt wel een evenement dat op heel veel plekken echt enorm important is. Ja. Maar hier kunnen we toch ook wel een beetje wat luchtiger erover doen, denk ik. Ja, ja. Ik vind het, ik vond het fijn om je te spreken. Dank je wel. Ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Want op zich is het wel zo, ik ben een soort diesel met dit onderwerp. Ja. Als je nog even doorvraagt, ben je zo 2 dagen verder. Dus ik kan hier uren over vertellen. Nou, wie weet kan je een keer langskomen dan. Dan ja, dat zou inderdaad wel leuker praten zijn. Ja. Ik vond het ook erg leuk om uitgenodigd te worden. Echt veel succes met de podcast. En oké, dag. Dank je wel. Het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn, hoorde ik er zeggen. En toen dacht ik gelijk, oh, we doen net alsof er heel veel problemen zijn. Maar in een westerse wereld is er eigenlijk zoveel toegang tot materiaal, tot kennis. Dat is in een heel groot deel van de wereld natuurlijk niet zo. Nee. Ja, nee, dat klopt. En ja, ik ben het ook wel met haar eens. En ik vind dat dus ook, denk in Nederland. Mm-hmm. En we moeten natuurlijk niet wegvlakken dat sommige vrouwen er echt heel veel last van hebben. Ja. Maar over het algemeen hebben wij gewoon toegang tot informatie en materiaal, dus prima. Maar ik vind dat soms dus ook wel in, juist in ons werk, dat er soms ook wel heel veel nadruk wordt gelegd op de ellende rond menstruatie. Want er zijn natuurlijk verschrikkelijke verhalen. Ja. Hè, van meisjes die echt afgezonderd moeten worden van hun familie. En er zijn zoveel restricties die vrouwen en meisjes, waar ze tegenaan lopen tijdens hun menstruatie. Maar soms ligt wel een beetje de nadruk, wat mij betreft, te veel op dat stukje. Mm-hmm. En eigenlijk waar,
waar we eigenlijk heen willen, is natuurlijk dat het gewoon dat het normaal wordt. Dat je erover kunt praten, dat het niet zo'n ding is. Ja. Maar ook, wat ik wel soms is ook merk in de programma's die wij doen, dat het echt, dat ook bijvoorbeeld de ziektes die je er allemaal van kan krijgen, worden uitvergroot. En denk ik, nou ja, ten eerste is het, nou ja, is er nog maar heel weinig bewijs dat het een tot het ander leidt. Maar weet je, dan wordt het ook meteen nog een enger ding dan het eigenlijk al was. En eigenlijk wil je gewoon dat mensen gewoon, ja, het is een maandelijk iets. Het heeft te maken met je reproductieve systeem. En dat is eigenlijk gewoon heel gezond als je elke maand menstrueert. Dat betekent dat je vruchtbaar bent. Ja. En het hoort bij je als vrouw. En het is eigenlijk om iets gewoon, kan ongemakkelijk zijn, maar ook iets om gewoon heel blij over te zijn. Dat je gewoon helemaal gezond bent. Dat je lichaam werkt. En dat je dus ook, mocht je willen, kinderen kan krijgen vanaf een bepaalde leeftijd. Ja. Dus ik ben het daar wel mee eens. Dat het, en ik vind ook dat we daar dus ook in ons werk mee op moeten passen. Ja. Dat je het niet nog meer stigmatiseert. Nee. Door er bepaalde labels op te plakken. Of het, nou ja, wat ik zeg, te benadrukken. Te veel te benadrukken. Dat er ook risico's aan zitten. Ja. Ja. Want hoe pak je dan die informatieverstrekking aan? Zeg maar, hoe leer je hun wat er gebeurt met hun lijf? En wat ze er vooral, ja, hoe ze die periode kunnen doorstaan. Mm-hmm. Omdat daar natuurlijk letterlijk misschien niet de middelen voor zijn. Ik bedoel, je moet creatief zijn dan, neem ik aan. Als je dus niet meer opgesloten wordt in een kamertje totdat het voorbij is. Je gewoon deel uitmaakt. Van, ja, er zitten heel veel aspecten aan. Dat is, vind ik, ook wel het hele fascinerende van op dit onderwerp werken. Op het begin denk je van, ja, menstruatie. Ik bedoel, wat houdt het dan in en hoezo bouw je daar een heel programma omheen? Maar het gaat eigenlijk heel erg om één, informatie verstrekken. En daar, ja, doen wij eigenlijk best wel heel holistisch. Dus we zorgen echt wel dat een meisje ook alle informatie krijgt die ze nodig heeft. Dus dat gaat en over informatie over inderdaad welke producten gebruik je, hoe gebruik je ze, wat is belangrijk, met hoe vaak je ze moet vervangen, hoe was je jezelf, hoe vaak. Want daar bestaan ook allemaal taboes en sociale normen over, die soms eigenlijk het tegenovergestelde zijn van wat gezond is. Mm-hmm. Dus, want sommige vrouwen mogen zich bijvoorbeeld niet wassen. Of de eerste 4 dagen niet wassen. Nou, is niet heel handig natuurlijk als je ongesteld bent. Dan zou je juist zeggen van, nou, zorg dat je elke dag even wast. Ja. Maar ook heel erg over het reproductieve systeem. En dat heeft me ook wel, vooral in het begin toen ik op dit onderwerp ging werken, gewoon, ja, dat ook volwassen vrouwen met open mond zaten te luisteren naar de uitleg over, ja, zo werkt, dit is je ovulatie en dit heeft het te maken met het kunnen krijgen van kinderen. Ja. En dat, als je gewoon, dat is zulke cruciale informatie. En als je die gewoon niet hebt als vrouw, dan snap je dat je heel anders over je menstruatie denkt. Ja. Dus ik denk dat het is, hè, aan de ene kant informatie, dan hebben we ook heel erg dat het gesprek beginnen. Mm-hmm. Wat we wel altijd doen, en wij werken altijd met lokale partners en altijd mensen die de cultuur kennen, die de taal kunnen spreken, maar we vertellen niet, het is onzin dat je niet over een veld met pinda's mag lopen, want dat bederft ze. Maar wat we doen is dat we geven juist informatie, dus we vertellen van hoe het echt in elkaar zit, dus de feiten. En dan zorgen we ook dat er ruimte is voor dialoog, dus dat mensen er ook meer over kunnen gaan praten. En wat je dan vaak wel ziet, is dat er, ja, wat het vaak wel een beetje is met zulke soort, met taboes of met sociale normen, is dat mensen heel vaak denken dat iemand anders denkt dat je je op een bepaalde manier moet gedragen. Ja. En als je daarover in gesprek gaat, dan merk je ook wel vaak dat je best wel veel kan bespreken. En dat je misschien allebei eigenlijk het onzin vindt dat je, dat je niet over dat veld met peanuts, met pinda's mag lopen. Mm-hmm. Dus dat werkt heel erg. En we zien ook wel vaak, en dat vind ik wel heel mooi, ja, meisjes die, een vrouw die dingen gaan proberen. Ja. Dus die dan feitjes hebben en dan denken ze van, nou, ik ga gewoon eens kijken of ik, als ik een boom aanraakt, of hij dan inderdaad doodgaat. Nou, als de boom niet doodgaat, ga je misschien een koe aanraken. Er zijn ook heel veel, in India veel taboes over. Dus, dus dat hele stukje informatie en dialoog. En dan de toegang tot een goede toilet. En daar zitten heel veel, hebben we heel veel, je moet genoeg privacy hebben. Er moet voldoende schoon water zijn, zeep, ruimte om of je lappen te wassen of iets anders te vervangen wat je ook wil gebruiken. Ja, want je hebt een paar dingen meegenomen die op tafel bij Marieke. Marieke, wat zien wij hier? Ja, ik zat al met spelen net. Nou, het is heel fleur. Het zijn een soort, ja, als je het voor het eerst ziet, lapjes met vrolijke kleuren. Ik zie roze, oranje, blauw. Mooi gestikt. Met een knoopje. Ja. En het is een soort pet, hè? Het is een soort wasbaar maatverbandje. Maar het ziet er heel vrolijk uit. Ja.
Ja, en het ziet er heel handig uit. Ja. Ja, maar je hebt het helemaal goed gezegd. Het zijn inderdaad herbruikbare mandformaten. Dus je kan ze wassen. Dus wat we eigenlijk heel erg proberen is ook zorgen als vrouw. Iedereen wil iets anders gebruiken. De een wil graag een tampon gebruiken. De ander heeft het liefst wegwerpmaandverband. En we merken wel dat in best wel veel landen is dit herbruikbare maandverband best wel populair. Mm-hmm. Dus dit is een van de keuzes die we hebben. Er zitten best wel voordelen aan. Elk product zit eigenlijk voordelen. Het voordeel hiervan is dat je het in principe één keer koopt en dan best wel een paar jaar kan gebruiken als je het goed wast. Dus ja. Je moet het goed wassen. Je moet het wel in de zon drogen. Dat is vaak wel een ding, want mannen mogen vaak het maandverband niet zien. Dus dat vergt dan nog wel een beetje doorbreken van taboes. Ja. Maar heel veel vrouwen vinden het heel fijn om te gebruiken. En er zijn heel veel modellen. We laten ze soms zelf door vrouwen zelf maken. Dus dan is het helemaal eigenlijk goedkoop. We hebben projectjes waar je dan inderdaad vrouwen iets laat maken en verkoopt. Ja. Maar dus dit is een van de opties. En we hebben ze in alle soorten en maten. Want sommigen willen kleine maandverbandjes. We zien vaak oudere vrouwen. Die hebben graag iets stevigs. Iets groot gevoel dat beter werkt, denk ik, uit ervaring. En dit is dus herbruikbaar. Ja, dus dit kan je wassen. Ja. Dus er zijn ook wel wasvoorschriften voor hoe je dit dan best kan wassen. En dus even weken, want je moet het bloed eruit, de bloedtrekker eruit krijgen. Ja. Van, heel erg in detail. Maar als je dat met warm water doet, dan brand je er eigenlijk een soort van in. Dus je moet het even in koud water weken. En dan kan je het nog, als je wil, met wat warm water eventueel daarna wassen en wat zeep. Ja. Maar het weken is heel belangrijk. En dan, wat wij altijd zeggen, is in de zon hangen, want dan doodt het ook de bacteriën. Oh, wow. Dus mensen hebben natuurlijk geen wasmachine. Nee. Dus dan is dat eigenlijk wel een hele belangrijke stap in het geheel. Zou jij zoiets gebruiken, herbruikbaar maandverband, Marieke? Ja, dat is grappig. Ik zat er net, ik had net al maar even mijn handen en ik zat ermee te spelen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk ook wel, zeg maar, voor de natuur beter als we dit soort dingen gaan gebruiken. Toch heb ik een klein drempeltje. Ja. Maar wat ik er heel erg leuk aan vind, en nogmaals, het is dus, ziet er heel fleurig uit, die leuke kleuren, dat maakt het ook allemaal wat minder eng. En ik denk ook voor jonge meisjes wat aantrekkelijker om misschien te gebruiken. Ik weet er niet of ik het snel zou gaan gebruiken, zeg ik heel eerlijk. Ja. Dat had ik ook, hoor. Een hele ander onderwerp bijna, want dan heb je het echt over het milieubewustzijn. Dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat ook sowieso denk ik een steeds meer opkomt. Ja. Je hebt ook steeds, de cup is bijvoorbeeld veel milieuvriendelijker, omdat je die kan hergebruiken. Ja, ja. Maar zelf vind ik dat ik eigenlijk alles moet testen wat. Heb jij dit gebruikt? Ja. Want wij delen dit uit, we gebruiken dit in programma's, dus ik vind ook dat ik het moet gebruiken. Dus ik test het allemaal. Ik moest ook even wennen, moet ik zeggen, maar ik heb nu een soort van. Dat ik denk van, het kan wel. En ik moet zeggen dat ik het dan zo en zo doe. Ik het niet als ik naar mijn werk ga. Dat al helemaal niet. Dus als ik het gebruik, zou ik dan 's avonds. En dan, wij hebben natuurlijk een wasmachine, dus dat maakt het makkelijker. Ja. Maar dus ik vind wel dat ik dat dan even moet proberen. Ja, natuurlijk. Ja. En ik vind ook, het is gewoon wel duurzamer. Ja, zeker. Dat is wel het voordeel daarvan. Maar ik kan me voorstellen, weet je, vooral als je het hebt over landen waar jij over spreekt. Dat dit natuurlijk bijna, dit is natuurlijk fantastisch als dit er is. Ja. En als het niet doorlekt, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, want die lappen die zijn natuurlijk uiteindelijk niet lekker. Er worden heel veel verschillende dingen gebruikt, maar over het algemeen zien we toch wel vaak lappen. Dus gewoon overgebleven stukken lap. Ja. En soms ook stukjes sari. Nou, tegenwoordig is alles een beetje synthetisch, dus dat is heel ongemakkelijk. Ja. Dus als je dan zoiets hebt en het lekt inderdaad niet door, is het, en je kan het. Eén dingetje nog hiermee, niet alle vrouwen hebben ondergoed. Dus dat is dan. Oh. Dus je hebt dus ook wel. Dit ook zo en zo met wegwerp maandverband varianten waar dan een soort van riempje aan zit. Mm-hmm. Dat je het om kan binden. Oh, ja. Dus dat is soms nog wel, weet je, dat zijn die assumptions waar we het in het begin over hadden. Ja, als je met zo'n product aankomt en een vrouw, bijvoorbeeld een vrouw in India, die hebben niet altijd ondergoed aan. Dus dan moet je het product ook aanpassen. Dus, dus daarom geloven we ook heel erg in het meenemen van vrouwen in het. Ja. Het ontwerpen van zoiets. Want wij willen ook zelf kunnen kiezen wat we gebruiken. Ja. En maar gewoon de gewone grote brands hier, die worden natuurlijk ook allemaal uitgebreid getest. En gecheckt of vrouwen ze wel kopen en fijn vinden om te gebruiken. Ja, ja, Hilda, ik herhaal het even. Jij weet hier zoveel van omdat jij projecten implementeert in ontwikkelingslanden voor Simavi.
Ja, dat is klopt. Ja. Ja. En Marieke, jij bent programmamaker. Ik moest net denken over het taboe waar we over begonnen. En wat jij zei over mannen mogen niet zien dat we het drogen in de zon. En eerder natuurlijk in het gesprek over of het een mannen- en vrouwen ding is. Mm-hmm. Marieke, zou jij, of denk jij dat je met jouw platform eigenlijk, of met jouw bereik, zo'n taboe makkelijker kan doorbreken? Goeie vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat de enige manier waarop je taboes doorbreekt is door wat hier gebeurt, is erover te praten of te laten zien. Maar ook te laten zien op een manier dat je er niet over praat. Het klinkt heel raar. Laat ik dat nu wat meer uitleggen. Dus als je ongesteldheid en menstruatie gewoon meeneemt in bijvoorbeeld interviews of in gesprekken of in items in dingen. Als een normaal, zonder dat je daar heel veel aandacht aan besteedt, ik denk dat dat helpt om een taboe te doorbreken. Ja. Dus laten zien in plaats van daar heel veel aandacht. Weet je waar jij het ook over hebt, van als er dingen zijn die ze niet mogen doen, je kan wel zeggen je mag dat niet doen, maar dat helpt niet zo goed. Ja. Dus ja, ik denk dat daar middelen voor zijn. En wat Paula ook zei, van als het meer terugkomt in populaire cultuur, hè, dan helpt dat ook. Het is gewoon dat het normaler en normaler en normaler wordt. En dat doe je alleen door het mee te nemen in alles wat je in mijn geval maakt. Ja. Ja. Ik denk dat het, ja, dat kan. Ik ook, maar ik hoor. Denk niet dat binnen een week gebeurt. Nee, dat denk ik ook niet. Ik zit nu te denken aan mijn eigen volgers of zo. Ik heb er nog niet heel erg veel. Maar ik heb het gevoel dat in mijn vriendenkring bijvoorbeeld wel al iets heb losgemaakt door zelf, sinds ik ambassadeur ben, wat opener te zijn over het hele gesprek. Als ik repeteer bijvoorbeeld, dan kom je niet onder het moment uit dat er ook een repetitiedag gaat zijn waarop ik ongesteld ben. Ja. En ik heb op de eerste twee dagen, ik heb een koperspiraal sinds 2 jaar. En die eerste dag is echt bijna ondoenlijk. Ben ik vaak geneigd, als ik moet werken, om gewoon medicatie in te nemen om het te kunnen doorstaan. Maar soms overvalt het me ook wel eens, omdat het dan toch net een dag te vroeg is. En dan sta ik echt op de repetitievloer met, ja jongens, sorry dat ik even niet aansloot in tekst, maar mijn baarmoeder valt gewoon uit mijn lijf, voor mijn gevoel. En dan zitten er natuurlijk ook altijd mannelijke acteurs bij, over dan mannen gesproken, die dan eerst even schrikken. Maar gek genoeg, omdat het misschien acteurs zijn, dat ze al iets vrijer zijn in gewoon het gesprek erover aangaan, hebben het vervolgens wel even over de vrouwelijke cyclus. Wat ik dan heel leuk vind, dat het heel even gewoon over zo'n onderwerp gaat waar ik vanaf mijn 15e dus al 4 keer of 1 keer per 4 weken mee te maken krijg. Ja. En dat sijpelt ook wel weer door, denk ik, dan in hun gesprekken. Mm-hmm. Waarmee dat taboe er misschien over zoveel jaar ooit eens een keer verdwijnt. Ja. Waarom, ik bedoel, in ontwikkelingslanden is het heel helder, vind ik, na wat je net hebt verteld, waarom zoiets, ja, dat klinkt bijna, vind ik, als de middeleeuwen, zoals Paula het net omschreef, dat er dus ja, gewoon een enorm taboe op is gecreëerd, ook door zo'n maatschappij in stand wordt gehouden. Waarom? Ja. Waarom is dat zo en waarom schamen we ons er zo voor? Ja, ik vond het wel mooi dat Paula er zo ingedoken is. Ja. Want ik denk ook wel, of tenminste weet je wat gewoon zo is, is dat het lijkt wel de middeleeuwen in die landen. Maar zo heel lang geleden was het hier niet zo heel veel anders. En ik denk dat onze oma's die hebben gewoon lappen gebruikt, dat weet ik. En die hadden ook nog dingen die inderdaad van je opa komt op bezoek. Ja. Nou ja, dat is ook precies wat er nu in de landen waar wij werken gebeurt. Dat je niet mag koken. Nou, dat was hier dus ook. Ja. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo anders. Dus het komt allemaal eigenlijk uit hetzelfde, denk ik. En dat is deels wel de religie. Je ziet wel dat daar zijn best wel wat voorschriften. Inderdaad, zo'n bijbeltekst. Van hoe belangrijk het is om je schoon te houden. Dat helpt natuurlijk niet bij het algemene idee van het is iets heel natuurlijks en iets ja, er staat in diezelfde Bijbel dat we ons moeten voortplanten. En daar heb je toch echt menstruatie voor nodig. Ja, precies. Ja, het is zo ontzettend tegenstrijdig. Ja, ik moet dat dus nog eens goed uitzoeken of daar ook echt literatuur over is of onderzoek naar gedaan is. Maar ik heb toch wel, ik zie wel een link met het feit dat vrouwen menstrueren. Ja. En soms denk je, is het kip of het ei? Maar zij waren het, hè, gewoon als mannen zouden menstrueren, zou het dan ook zo'n taboe zijn? En
Of soms denk ik wel, dat vind ik altijd wel grappig om mannen een beetje, dat doe ik ook vaak in trainingen, om daar een beetje mee te teasen voor mannen. Of zou het dan eigenlijk iets heel tof zijn? Zouden mannen gewoon zeggen van, joh, iedereen, ik ben ontsteld en het is gewoon super stoer, want het, ik ben gewoon fertile. En dus dat het zo'n ding is en dat eigenlijk gewoon het ook, ja, dat je dan misschien juist een vrije dag zou krijgen, dat er geen belasting werd gegeven of dat het misschien in het basispakket zou zitten, dat je gewoon producten kreeg, zo'n soort dingen. Maar ik kan me, ik denk soms wel, als ik ook kijk gewoon in landen waar we werken, van dat vrouwen zoveel dingen eigenlijk niet mogen. Mm-hmm. Ja, daar moet toch bijna een link zijn met het, een soort van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want je belemmert iemand gewoon. Ja. Gewoon een week, laten we zeggen een week per maand, mag je een heleboel dingen niet. En dat als jij niet je huis uit mag of... op een heel mensenleven... Dan... is best wel veel, hè? Als je het optelt, is het 7 jaar. Jij weet dat gelijk. Zulke dingen weet ik dan weer. Ja, fantastisch. Jongen, maar verschrikkelijk ook. Dat is veel. Fantastisch, maar... Ja. Oh ja, ongelooflijk. Misschien is het leuk... We zijn namelijk ook de straat op geweest om te vragen aan mensen in de stad en zo. Of in het dorp, ik weet het niet eens. Waar zij aan denken bij menstruatie. Mm-hmm. Vrouwelijk. Bloed. Vervelend. Daar verval je me wel mee nu een beetje. Pijn. Heel veel gedoe. Vagina's. Buikpijn. Onhandig. Rugpijn. Heb ik ook gehoord van meisjes. Ik weet nog wel dat ik een cadeau kreeg toen ik mijn eerste menstruatie. Altijd als je doorlekt. Gewoon, dat is altijd kut. Beetje bloed. Niet erg. Ik ben ook wel eens doorgelekt, maar dan ga ik eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Iedereen gaat het op een dag wel krijgen. Als je een meisje bent, wel dan. Als je een meisje bent, wel dan. Ja, want ik vind het een voorrecht dat ik ongesteld kan worden eigenlijk. Ja, omdat het voor mij echt in verbinding staat met dus mijn vruchtbaarheid. Mm-hmm. Ja. Het is grappig, want ik heb het altijd als iets negatiefs ervaren. Niet zwaar, want ik heb geen zware lichamelijke klachten of zo, maar gewoon irritant. Weet je, moet je nadenken. Mm. Ja. Totdat ik zwanger wilde worden. En toen was het de regel, maar ik ben heel regelmatig ongesteld. En dat stelde mij heel erg gerust. Omdat ik dacht, dan ben ik binnen no time zwanger. Weet je, van, maar dat is... Weet je, dus opeens, door die gedachte, werd dat negatieve van vervelend... werd opeens iets heel erg fijns en iets heel erg geruststellend. Ja. Ja, ik vond dat wel grappig. Ja, en dan schaam je dus er ook niet meer voor dat het zo is. Dan kijk je er bijna naar. Nou, dan kijk je er dus niet naar uit, want je wil dan dat er geen menstruatie komt. Maar dan ben je er op een hele andere manier mee bezig. Het werd een bevestiging van, het kan. Ja. En hoe zouden we van die schaamte af kunnen komen? Van die wereld, dat is een hamvraag natuurlijk, als je het antwoord weet. Ja. Er is een actrice of een comedian, eigenlijk Amy Schumer, die ging naar een première. Of de Oscars, wat was het? De Emmys, ook een belangrijke prijs, voor zover prijzen belangrijk zijn. Toen werd er gevraagd op de rode loper wat ze aan heeft. Dit is wat ze zei. Before I let you go, who are you wearing this evening? Vivian Westwood, Tom Ford shoes, and an OB tampon. Mooi wat je aan hebt. Ja, ik heb ook een tampon in. Dit is gewoon een beetje nodig om mensen uit de schulp te trekken. En daar geloof ik wel in. Als je echt iets uit de taboesfeer wilt halen, dan werkt dit heel goed. Denk ik dat je gewoon soms moet je mensen dan een beetje shockeren. En er zijn natuurlijk heel veel manieren. Ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is om gewoon open gesprekken erover te hebben. Het hoeft niet altijd te shockeren, maar ik denk die combinatie, dat het wel werkt. Ja. En moeten we als vrouwen zelf die strijd voeren, of kunnen de mannen daar ook een handje bij helpen? Nou, die kunnen daar wel bij helpen, denk ik. Ik denk dat het begint bij vrouwen onderling. Dat ook. Ik denk dat, sowieso als je het hebt over strijd, vind ik tussen mannen en vrouwen, dat vrouwen onderling elkaar daarin wat meer moeten steunen en elkaar moeten helpen. Ik denk dat dat altijd de basis is. En mannen erbij betrekken. Ja, kijk, zij hebben daar eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel mee te maken. Zij ervaren het niet, kunnen het ook niet begrijpen. Kan je ze ook niet aanrekenen, weet je wel? Ze voelen het niet. Dus hoe leg je een kramp uit?
je baarmoeder. Ja, dat is niet uit te leggen. Maar dat hoeft toch ook niet per se? Want ik vind het wel heel belangrijk dat we juist dat gesprek met mannen aangaan. Ook dat ze, dat zie ik dus deels ook in mijn werk, gewoon het feit dat ze snappen wat het is. Dat is al heel wat. Dan houden ze er rekening mee. En ik denk ook het open gesprek hebben. Gewoon het kunnen benoemen dat je menstrueert. En dat je er last van hebt. Of dat je even een pakje tampons moet halen. Ik vind dat wel heel belangrijk. Ik ben het ook met je eens hoor dat wij al als vrouw daar iets in kunnen doen. Maar ik denk wel dat mannen daar in kunnen helpen. Ja. Nou, ik bedoel niet dat mannen er niet bij betrokken moeten worden. Alleen, ik denk niet dat we bezig moeten zijn met mannen te overtuigen van het ongemak van ongesteldheid. Nee. Ik vind dat dan ook weer een soort tweedeling oplevert. Van, die vrouwen hebben ongemak, weet je. Ik vind niet... Maar ze even een keer een pakje tampons moeten halen, dat vind ik gewoon, dat moet wel kunnen. En, maar ik vind wel, het is natuurlijk ook meer dan ongemak, hè. We hebben het ook gewoon over een taboe. Iets wat heel erg in de taboe-sfeer zit. En ik vind ook dat als ik radio luister en een radio-dj zegt van menstruatiebloed en dat is echt goor, dan denk ik van ja, dat helpt natuurlijk niet heel erg. Nee, dus ik denk ook als mannen anders naar menstruatie kijken, als ze gewoon daar menstruatie is iets natuurlijk. En wat Paula ook zei, dat het bloed is gewoon bloed. Ja. Er is ook... Ja, het is niet giftig of wat ze vroeger dachten. Mm-hmm. Ik denk dat heel erg helpt. Dat ook, want voor mij is gewoon een heel stuk is gewoon dat openlijk kunnen zeggen. Dat is heel erg belangrijk en daar zitten mannen ook bij. Maar ja, en gewoon een halfjaartje allemaal even geen tampons gebruiken. Allemaal de free bleeding, zoals het heet. Ja. Heb je daarvan gehoord, Marieke? Free bleeding? Zeker, zeker. Ja, ik heb ook wel eens beelden daarvan gezien. Ik vind dat best een lastige, omdat als ik die foto's zie, dan denk ik ook, moet dat nou? Mm-hmm. Maar mijn feministische aard zegt, ja, goed zo, ga dat, doorbreek die taboes. Dus ik zou zelf niet zo snel lekker freebleedend door de stad heen fietsen. Maar voor wie dat wil, vooral doen. Misschien is het wel bevrijdend. Ik weet niet zo goed of dat... helpt bij het doorbreken van taboes. Misschien wel. Misschien zou dat de oplossing zijn. Ja, het choqueert vooral, denk ik, toch? Dat denk ik, want je denkt ook, als je je broek aan hebt, voordat je de vlek er weer uit hebt. Ik denk dan ook heel praktisch. Het is ook gewoon wel een beetje een gedoetje. Ja, dat lijkt mij ook. Ik zou er zelf ook niet voor kiezen, maar ik vind wel... Ik geloof wel een beetje in dat juist iets doorbreken door een beetje te choqueren. Daar geloof ik wel in. En ik vind ook wel dat je eigenlijk als vrouw gewoon moet kunnen kiezen wat jij fijn vindt. En als jij gewoon zoiets hebt van, ik heb geen zin in tampons. Dat het, weet je, dat heeft ook te maken met dat verhaal van jou met met die witte bank. Dan is dat gewoon niet zo'n ding meer. Nee. En dat zou wel onwijs veel schelen. Nou, en ik denk wel dat, en je hebt je ook wel eens van die fotoreportages van meisjes die doorgelekt zijn. Kijk. Dat vind ik dan weer heel erg goed. Van laat zien dat gebeurt. Ja. En laat zien, aan hoe los je dat op en hoe ga je daarmee om. Dat vind ik dan wel weer iets wat we veel vaker zouden moeten zien. Ook in media en in populaire cultuur. Ja. Wat Paul ook zei, als het een keertje onderdeel is van een verhaallijntje in een comedy of zo. Weet je wel. Ja, waarom zou je daar niet een verhaallijntje van maken? Precies. Waarom gebeurt dat eigenlijk nooit? Ja. Dus dat vind ik dan absoluut weer de moeite waard om te laten zien. Ja. En het voordeel is, het wordt wel besproken. Want ik zag het toevallig, nu kijk ik niet heel veel tv, maar bij RTL Boulevard. Toen hadden ze daarover. Oh, goed. Dus dan denk ik van dat is wel weer. Ja. Dus ik denk dat vind ik wel het voordeel. Je creëert gewoon zichtbaarheid. Ik denk dat gewoon belangrijk is. Zodat er een gesprek kan ontstaan aan de koffiemachine. Ja. Op welk kantoor dan ook. Ja. Al wil je dan ook niet dat ze alleen maar heel erg negatief erover praten. Je wil eigenlijk dat er dan wat een misschien iets constructiever gesprek over menstruatie wordt gevoerd. Ik zat van de week in een café met twee vrienden en hadden het hier over vrouwencyclus, over mannencyclus. En toen kwam ook het gesprek op tafel over verlof rondom je ongesteldheid. Dat sommige vrouwen zoveel last ervaren dat ze zich afvragen, moeten we dat opnemen in het contract? Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het is een ding. Want wij zien dus dat ik hou het natuurlijk een beetje bij, maar dat het in steeds meer landen dat gebeurt. Dat dat ook wordt opgenomen in de wet. Dat vrouwen inderdaad 1 dag vrij kunnen krijgen elke maand, wanneer ze ongesteld zijn. Mm-hmm.
Ja, ik vind dat zelf ben ik daar niet echt een voorstander van. Want wat ik vooral vind is dat we... En menstruatie is voor iedereen anders. En als ik kijk naar mij persoonlijk, kan ik gewoon werken. En zie ik helemaal niet in waarom ik een dag vrij zou moeten hebben. Maar er zijn natuurlijk vrouwen die wel echt last hebben. En die moeten gewoon zich ziek kunnen melden. Want wat dat betreft, je hebt echt aandoeningen rond menstruatie ook. Waar je gewoon niet door kan werken. Ja, ja. Dan ben je gewoon ziek. Ja. Dus, en wat het lastig is met het zo echt gestructureerd in een wet meenemen. Is dat je gewoon als vrouw eigenlijk meteen nog een dag minder werkt. Of 2 dagen dan mannen. Ja. Omdat je, ja, het bevordert niet, wat ik denk, eigenlijk niet echt de gelijkheid. Nee. Tussen mannen en vrouwen. Ik denk wel goed, het is heel goed, begrijp me niet verkeerd, dat het, dat het geaccepteerd wordt dat het er is. En dat als het nodig is, dat je die tijd op kan nemen. Ja. Of dat er misschien flexibiliteit is, of noem maar wat. Zoals we misschien ook met andere dingen omgaan. Ja. Met een verhuizing of een noem maar wat. Dat het geaccepteerd is dat je er misschien last van hebt. Dat vind ik heel belangrijk, dat je misschien thuis kan werken. Ja. Maar het moet vrouwen niet nog een stukje achter mannen zetten. Nee. Ik ben er helemaal mee eens. Ik ook. Ik deel die mening enorm. Ja. 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 Je maakt het onderscheid alleen weer groter en het moet juist kleiner. Maar waarom zou je eigenlijk niet gewoon ziek melden inderdaad als je ongesteld bent? Nou, als je er echt last van hebt, moet je jou ziek kunnen melden. Ik denk dan wel ook ziek melden. Dan heb ik weer het gevoel alsof het iets is wat dus waar je ziek, daar heb ik ook weer een negatief beeld bij als je ziek bent. Ja. Terwijl je kan er natuurlijk wel ziek van zijn. Mm-hmm. Ja. Dus ik zit gewoon nu even te denken wat ik dan... Want ik wilde net inderdaad zeggen... Je hebt gewoon ziektedagen, toch? Ik ben zzp'er, dus ik heb geen idee. Maar je kan gewoon zeggen, ik ben een dag ziek. Ja. Maar ik vind dat absoluut een betere oplossing... dan dat je inderdaad in je contract een zinnetje hebt... over 1 dag per maand ongesteldheidsverlof. Ik kan het niet eens uitspreken. Ja, precies. Nee, maar ik denk ook... Nou goed, ik weet, de meeste van mijn vriendinnen kunnen gewoon werken. Ja. Maar ik heb ook een vriendin die er echt heel veel last van heeft. Ja. En dan denk ik wel van daar zou je graag flexibiliteit willen hebben. Ja. Dus dat kan ik me voorstellen. En soms ben je echt ziek inderdaad. Sommige, kijk, er zijn ook, zeg je dat in het Nederlands, endometrose. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een ziekte. Ja. Dus dat klinkt inderdaad meteen heel negatief. Maar het is wel echt een aandoening waar je heel veel last van hebt. Dus dan denk ik van dat is gewoon gereglementeerd dat je dan verlof opvraagt. Ja. En verder zou je dat zelf als vrouw moeten kunnen inschatten. Ja. Ja. Altijd maar hopen dat het op je vrijdag gebeurt. Nou als je er veel last van hebt. Zeker. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk hier in het Westen daarin ook dan wel weer medicatie als je dat zou willen gebruiken. Ik bedoel, als je echt moet presteren, als ik moet draaien. Ja. Als ik een draaidag afzeg, dan kost dat tussen de 30.000 en 60.000 euro voor een producent. Dus echt ziek, the show must go on, is in mijn beroep echt heel erg aan de hand. Ja. Dus ik heb nu zo'n app waarin ik mijn cycle bijhoud. En ik voel het ook heel, heel erg aankomen omdat ik geen hormonen meer gebruik. Maar ik denk dan altijd gewoon, dit wordt zo'n dag. En ik kan er maar beter gewoon een aspirine in gooien. En Maar dat is toch ook oké? Want dat is dan je eigen keuze. Dat is dan ook oké. Dat is dan ook mijn keuze. En dat is denk ik het belangrijkste. Dat je zelf kan kiezen wat je ermee doet. En als jij denkt van, ik kan dit gewoon aan. En ik wil deze baan, dus ik ga gewoon knallen. Ja. Dan is dat oké. En als andere vrouwen zeggen van, ik liever niet. Dan is dat ook oké. Ja. 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 Ja, denk ik wel. Oké, dus we zijn het erover eens dat die verlofdagen wat ons betreft... dat zijn dan met 3 vrouwen in 1 ruimte wat dat betreft geschrapt kunnen worden. Maar er zijn nog meer van dit soort goede ideeën of geen goede ideeën. De menstruatiecup. Dat is een heel ecologisch verantwoord eigenlijk nieuw ontwerp... wat dus eigenlijk al heel lang bestaat, maar we nu pas aan het hypen zijn. Ja. Hilda, jij was laatst in Editie NL... omdat een aantal meiden een petitie waren gestart... omdat ze vinden dat het vergoed moet worden in de basisverzekering. Ja. Klopt, inderdaad. Ja, echt een superleuk initiatief. Dat is een groep studenten die dat heeft opgezet. En ik denk op zich ben ik er dus helemaal voor om iets in het basispakket op te nemen. Mm-hmm. Want er zijn gewoon vrouwen in Nederland die dat waarschijnlijk niet kunnen betalen. Het is in Nederland nog niet echt onderzocht. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in Engeland is dit echt een heel groot ding. Dat noemden ze het period poverty. Mm-hmm. Dus daar is het echt, daar hebben ze ook echt onderzocht dat vrouwen, dat er echt wel wat vrouwen, volgens mij 1 op de 10 dat ze zeiden...
dan moeite hebben om of maandverband of iets anders te kunnen betalen als ze ongesteld zijn. Ja. Dus als je nu kijkt, er zijn natuurlijk, we hebben hier ook voedselbanken. En er zijn genoeg gezinnen die wel echt moeite hebben om rond te komen. Mm-hmm. En dan is maandverband of tampon zijn nog best wel duur. Ja. Als je een aantal vrouwen in het gezin hebt en elke maand dat moet kopen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het in Nederland ook een reëel probleem is. Ja. Dus en wat ik zelf eigenlijk. Over een cup is natuurlijk een super uitvinding. Het is een heel mooi idee. Het heeft heel veel voordelen. Maar niet iedereen wil een cup gebruiken. En daarom zeg ik wel, ik vind het heel goed om iets in de basisverzekering op te nemen. Maar zorg dan dat een vrouw kan kiezen wat ze wil gebruiken. Mm-hmm. Sommige vrouwen willen gewoon geen cup gebruiken. Hebben liever tampons of misschien maandverband. Dus daar moet je wel de keuze in hebben. Want het is ook wel lastig als je een vrouw eigenlijk een soort van stuurt in wat ze moet gaan gebruiken. Ja. Dus ik zou zeggen, zorg of voor een soort van vergoeding of iets dat een vrouw zelf kan kiezen wat ze ervan koopt. Ja. Denk je dat het gaat lukken? Denk jij dat het gaat lukken, Marieke? Ik hoop het, want ik vind het echt een ontzettend goed idee. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar nu ik er zo over denk, denk ik, het is ook eigenlijk enorm oneerlijk dat wij daarvoor moeten betalen, terwijl We kopen vaak ook al de condooms. Je hebt helemaal geen keus, weet je wel. Ja, precies. Ja. Wij kopen al condooms. Dus dan ergens moeten. Ik vind dat het in het basispakket moet. En dan zou het fijn zijn als er inderdaad keuze is. Maar dat moet. Ja, op de barricade. Ja, precies. Ja, misschien kan je nog tekenen, de petitie. Nou, ik ga even opzoeken. Ja. Ja, nou, of dat per se die cup moet zijn, dat weet ik dan niet. Want dat omschrijf je heel goed, dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen wat vrouwen willen gebruiken. Maar ik wil die petitie tekenen. Ja. Ja, en ik denk dat daar ook gewoon niet zo heel veel over na wordt gedacht. Nee. En je ziet dus wat jij ook zei met belastingen. Dat leeft ook in heel veel landen. Dat er best wel hoge belastingen worden geheven op maandverband of op andere producten voor vrouwen. Ja. Die ze gebruiken tijdens menstruatie. Ja. En dat eigenlijk ook een basisbehoefte is. Dus je ziet in landen als India dat er echt wordt geprotesteerd door vrouwen. En dat die belasting ervan af wordt gehaald. Want hier in Nederland is dat 6% volgens mij. Ja, het is het lage tarief. Ja. 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 Maar dat is dus wel echt, denk ik, een ding dat er gewoon meer mannen in de regering en de overheid zitten. Mm-hmm. Ja. Want als daar de helft vrouw was, was dit al lang geregeld. Ja. Toch? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja, oké, okay, sorry, even feministische spijzen zijn. Nee, dat mag. Zit op één lijn. Ja. Daar mogen we trots op zijn, toch? Dat die mogelijkheid er misschien is. Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook. En ik denk dat, maar dit geldt voor heel veel onderwerpen. Als vrouwen meedenken, dan krijg je vaak wel andere resultaten. Vrouwen hebben gewoon andere behoeftes. En menstruatie is daar één voorbeeld van. Maar ook bouwen blok wc's. Ja. Ja, maar probeer als vrouw maar eens in Nederland, als je in de openbare ruimte bent, een wc te vinden. Als je, en als je ongesteld bent, is dat best wel onhandig. Ja. En mannen die kunnen overal even gaan staan. Ja. Bij wijze van. Maar dus dat. Het gesprek is volgens mij altijd het belangrijkste. Dat je het in ieder geval dan over hebt. En of het nou in de regering is of inderdaad via zo'n Editie NL of meiden die dus dit idee verzinnen. Ja. Gewoon het gesprek erover is zo belangrijk om volgens mij die schaamte voorbij te komen. Ja. Wat we natuurlijk nu ook proberen te doen door middel van deze podcast. En ik denk dan, waar moet je beginnen? En dan denk ik altijd de jeugd, de jonge meisjes. Maar ik hoorde jou eerder zeggen over dat dan informatieverstrekking heel erg belangrijk is. Hoe is dat in Nederland op dit moment? Ja, ik heb hier ook geen cijfers van. Maar ik weet wel, ook van vriendinnen die lesgeven, dat er eigenlijk nog best wel veel meisjes zijn die geen informatie krijgen. Nee. En die ook schrikken van hun menstruatie. Ja. En dat was voor mij ook een eye-opener. Want ik weet dat dus van de landen waarin wij werken. Mm-hmm. Maar daar had ik dus nog nooit over nagedacht dat dat ook in Nederland een ding is. Ja. Dus dat kunnen we wel beter doen. En wij zijn best wel. Ik denk dat wij onszelf zien als vooruitstrevend. Ook met educatie over seks bijvoorbeeld op scholen. Maar dat valt toch nog wel hier en daar een beetje tegen, denk ik. Hoe goed we jongeren informeren. Ja, en kinderen willen het volgens mij ook vaak zelf ontdekken. Of het nou gaat over een toffe serie, een leuk speeltje of dus informatie. Dat je zit natuurlijk in een soort nieuwsgierige periode waar nu het wereldwijde web natuurlijk zo toegankelijk is. YouTube, influencers, iedereen wil vlogger, vlogster worden. Ja. Kunnen we daar
een lans breken, zeg je dat? Nou, ik denk dat daar ook weer meespeelt is. Je zegt, we moeten erover praten, maar ook gewoon laten zien dat het er is. Ja. Dus als, de vloggers van deze wereld ongesteld zijn, dat ze ook gewoon zeggen, ik moet nog even tampons halen. Of, ik ben vandaag ongesteld. Ja. Ja, dat je dus niet er een heel groot onderwerp had van maakt, maar gewoon meeneemt in de dagelijkse handelingen, dagelijkse dingen die je doet. Dus ik denk dat zeker voor vloggers daar absolute ruimte voor is om daar aan mee te werken. En een verantwoordelijkheid misschien ook? Ja, dat hangt van de vlog zelf. Ja. Maar ik vind het wel grappig, want ik ontdekte laatst een keer morning rituals op YouTube. Dus dan heb je, vooral meisjes, denk ik, vrouwen die dan laten zien wat ze dan doen in een ochtend. Maar dit komt er niet in voor, volgens mij. Nee? Dus dan denk ik van, ja, dat is toch wel... Weet je, je hebt zoveel van, hoe doe jij dat nou? En ik weet niet hoeveel... Ik heb daar eigenlijk nog nooit naar gezocht, maar hoeveel filmpjes zijn er over... Hoe ga jij eigenlijk met je menstruatie om en... Dus ja, ik kan me voorstellen dat het best wel nuttig is om dat van een ander te horen. Van ja, wat vind jij? Hè, hoe doe je dat dan? Inderdaad, heb je altijd iets mee? Of track je het in een app en zulke soort dingen? Dat het best wel nuttig is om dat te bespreken. Ja. Ja. Nou, we kunnen het straks even opzoeken op YouTube. Ja, wie weet. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek, Marieke, Hilda. Ik vond het echt heel erg interessant en sowieso ook fijn, toch, om het als vrouw hierover te hebben. Mm. Dat je soms, ik kan dan soms nu denken, ik ben echt een westers verwend kind met alle middelen die er zijn. Maar we kunnen ook nog dat vooruitstrevende, dat plant ik dan maar in mijn hoofd. Dat het fijn is dat we vooruitstrevend kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, zeker weten. Ja, ja, vond dank het ook leuk. Wel. Dankjewel. Ja. Ja, ik ga even petitie tekenen. Ja. Doen. Ik ga even mijn maatbandje wisselen. Ja, precies. Even laten we zien. Wil je meer weten? Ga dan naar simavi.nl/deschaamtevoorbij.